mij is dit genoeg. Vind jij het goed? Ja, ik vind het mooi. Hey, volgens mij zijn de prachtjes al klaar, denk ik. Ik hou zielsveel van haar. Ik moet ontzettend om haar lachen. Het is een heerlijke meid en een heerlijk kleinkind. Ze is wel lief en ze heeft een mooie stem, dus ik vind haar wel heel leuk om mee te spelen. De eerste keer dat ik Jasmijn zag, viel het me op dat ze een heel passieve uitdrukking had. Toen ik haar voor het eerst zag, was ze eigenlijk 9 maanden, was heel jong. Aan de uiterlijke kenmerken kon je al wel zien dat het kindje anders was dan andere kindjes. Ze huilde veel, ze was onrustig. Ja, ik kon het eigenlijk niet heel erg goed bij haar zien. Haar ogen, haar bovenkant van haar lip en een beetje aan haar kaaklijn. Ze kijkt heel zwart-wit. Ze vraagt heel directe vragen. Nou, andere kinderen zijn best wel rustig en zij gaat de hele tijd... Van de hak op de tak. Van de hak naar de tak. Van de hak op de tak. Ze kan zich moeilijk concentreren op één ding. En spullen pakken, de tassen, alles eruit graaien. Dat doet ze niet expres, want ze heeft gewoon iets in haar hoofd. Chaos. Dat is toch net wat anders dan een ander kindje van 8. Mam, het is een beetje vies bij de kast. Een beetje vies bij de kast. Het is een kindje met een duidelijke afwijking. En wat gaat ervan worden? Wat zou anders zijn in mijn leven als ik vast zou hebben? Dat is een lastige stel dat ik zelf vast zou hebben. Dat is een hele moeilijke vraag. Ja, ik denk dat alles dan op zijn kop staat. Wat het is om te hebben, ja, dat je gewoon heel druk bent in je hoofd, lijkt me heel vervelend. Wij kunnen het allemaal goed structureren en planmatig denken. En dat is iets wat zij niet kan. En alles komt op haar af, alle prikkels komen op haar af. Ik zou niet zo zelfstandig zijn als wat ik nu zou zijn. Maar heb je er wel zin in? Ik heb er wel zin in. Jasmijn heeft VAS, het fetaal alcoholsyndroom. Kom eens hier. Nou. Dat is het laatste. Dat komt omdat haar moeder heeft gedronken tijdens de zwangerschap. En daardoor heeft ze nu een blijvende hersenbeschadiging. Dat liedje, wilde je. Lijkt me heel heftig. Om het idee dat het door je eigen moeder komt. Ik denk dat ik wel met heel veel wrok zou zitten. En dat je ook het gevoel hebt dat je eigenlijk gewoon... niet belangrijk gevonden wordt. Misschien wist ze eerst niet dat ze dan een kind krijgt. Misschien wist ze het gewoon niet. Het is niet. Het is altijd de vraag hoe je binnenkomt, hoe je weggaat en hoe het verloopt. Het is elke keer anders. Het is niet zo dat je denkt, goh, we gaan gezellig even een stukje wandelen. En dat moet echt van tevoren allemaal in stapjes en duidelijkheid. En ook het afscheid nemen. Je kan niet zeggen van, goh, ik ga na de lunch weg. Want dan heb je de laatste hap die je doorgeslikt hebt, dan kan je weggaan. Want dat heb je immers afgesproken. Je pas je echt aan Jasmijn. Ik herken als ik eerder of later kom, dat ze heb gelijk opmerking. Waarom ben ik te laat of waarom te vroeg? Tweede, als iemand bij is, normaal niet bij groep hoort, dan ze wil gewoon reageren, waarom is die? Ze wil niet meegaan. Ik denk dat ik zelf wel voor een kind met VAS zou kunnen zorgen. Ik zou liegen als ik ja zou zeggen. Ik denk het wel. Nee, ik denk niet dat ik dat kan. Ik ben veel te impulsief en veel te druk voor mezelf om dat goed op te vangen. Nee, ik ben er te oud voor. Ik zou het ook niet aandurven. Het is te moeilijk, denk ik. Ik denk niet dag en nacht. Het is echt 24 uur paraat zijn. Ja. Ja. Lijkt me zwaar. Ik zou het best heel lastig vinden, denk ik. Omdat je tegen dingen aanloopt waarvan je niet zo gauw een oplossing weet. Of ik ervoor zou kiezen, is de tweede. Maar ik zou het denk ik wel kunnen. Er waren twee meiden die langs de foto's liepen en een meisje zei van, wat is dit? Wat zijn dit voor foto's? Een soort van half geïrriteerd stoer doen. en haar vriendin zei van, ja, dat is over VAS, dat is dat je geen alcohol mag drinken tijdens de zwangerschap. Toen zei die ander van, hoezo geen alcohol? Ik mag toch wel één drankje? Af en toe gewoon een drankje. En toen zei haar van, nee joh, gek, je mag helemaal niet drinken.
Jij bent echt de baas van deze school. Ja, maar eigenlijk zijn de leerlingen de baas. Hè? Mm-hmm. Elke keer een les weer voor kinderen. Ja. Is dat jullie lokaal wat jullie maken? Ja. Jullie maken volgens mij allemaal leuke dingen, Dave vast. Ja, ook. En het leuke is, we hebben ook een eigen restaurant. Een eigen kapperswinkel beneden. Ja, volgens mij hebben jullie ook een kantine, volgens mij heb ik gehoord. Ja. Voor de expositie hebben we te horen gekregen over VAS. Maar daarvoor wist ik eigenlijk niet eens dat het bestond. Ja, waar loop je nou tegenaan als je VAS hebt? Waar moet je op letten? En hoe ziet de toekomst eruit? En al deze vragen, al deze informatie heb ik verwerkt in een film. En die wil ik even laten zien. Wat is dat? De film. Dat is het geluid van de box. Dat die aangaat. Wat me vooral bij is gebleven is dat er zoveel onbekendheid nog steeds is. En dat eigenlijk niemand in de zaal wist wat VAS inhoudt. Wat me het meest is bijgebleven van de presentatie is toch Andres. Die rapper. Die op latere leeftijd erachter kwam dat hij dus VAS had. En dat prachtige lied wat hij geschreven heeft. Zo vol emoties. En ik ben boos op mijn biologische moeder. Het is een gevoel dat ze me niet voor de drank kon behoeden. Ze was bang toen ze mij kreeg, is mijn moeder, mijn moeder. Ik vond het heel mooi om te zien dat hij daar toch op een goede manier, in een goede omgeving, mee is kunnen omgaan. En aan de andere kant voelde je ook toch nog steeds de kwetsbaarheid van hem. Natuurlijk het optreden van Jasmijn en van mijn dochter. Ik vond het ook wel heel interessant dat er kinderen waren met VAS die erbij waren en ook hun ervaring vertelden. En dat niet alleen die dames er heel veel ontstekend ik als man en alle andere mannen dat snappen wat het betekent, alcohol en het zwangerschap. En dat we elkaar helpen als mensen zwanger zijn. Geen alcohol, want het helpt gewoon om vast te komen. Dat is mij heel veel. Ze heeft er heel erg naar uitgekeken, want ze wilde graag beroemd worden. En ze had een microfoontje op en op het podium zag ze al die mensen. En ze was heel blij met de bloemen die ze kreeg. Ja, ja, ja. Doordat ze weten wat VAS inhoudt en wat het met zich meebrengt en wat het met Jasmijn doet, dat daardoor ook veel meer begrip komt in mijn omgeving en in het netwerk van Jasmijn. Dit ben ik helemaal niet. Mam, dit ben ik helemaal niet. Na het zwemmen. Maar ik heb toch niet zo'n crocs? Ik vond het wel interessant om een kind te ontmoeten met VAS. Want het is een vrij onbekend onderwerp. En er waren ook echt collega's van mij die helemaal niet wisten dat VAS bestond. Dus die best wel onder de indruk waren. Zeker, ik begrijp zeker beter wat VAS is. Wat is het? Fetale alcoholische syndroom. En dat het gewoon echt door het drinken van het alcohol drinken van de ouders, van de moeder. Waardoor het kind gewoon beperkt is in de ontwikkeling. Ik denk dat het nu meer blijft hangen qua VAS wat het is. Doordat mensen nu... Ja, de foto's zien en de filmpjes, dat ze meer beeld hebben en echt een gevoel krijgen van, oh, dit is het dus. Dus niet alleen een woordje. Zie ik jou donderdag weer. Ja, zie ik je donderdag. Annie! Ja? Wacht nou even, je rent de hele door. Ja, je rent de hele winkel door. Zo. Ik begrijp Jasmijn nog beter. Het maakt je toch gewoon weer echt iets meer bewust van wat gaat er eigenlijk in dat kopje om. En hoe werkt dat nou eigenlijk? Of hoe werkt het dan weer aan de andere kant niet? Dus dat stukje bewustzijn en bewust worden, dat helpt wel weer om bij het volgende bezoek toch wel weer mee te gaan met Jasmijn. Nou, ik ga nu vooral, ik denk over 5 tot 10 jaar, ga ik mijn vriendin proberen te stimuleren om van alcohol af te blijven. Ook al is het er maar 1 of misschien 5 of 10 studenten die nu weten wat het is en hoe ze het kunnen voorkomen, dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ja, dat is Dean. Oké, dat is Tommy of niet? Dit is Dirk. Dirk, want die had ook een Tommy of niet? Nee, Freek. Tom is dood. Ai. Voordat Jasmijn bij mij woonde, was ik een zoete inval. Ik was, ik ging overal heen en mensen konden altijd terecht bij mij. Maar nu niet. Nu moet het allemaal op afspraak en moet het gestructureerd worden. Hey mama! Hey! Ga je zo naar huis? Ja, ben ik klaar. Wat is dit dan? Licht. Het is licht. Net of in het zonnetje zitten.
Wat er zou veranderd moeten worden, naar mijn idee, is dat het veel beter geregeld moet gaan worden, de zorg voor kinderen met VAS. Dat je als pleegouder zijn een vraag hebt, dat je gewoon weet welke instantie je heen kan gaan. En dat een instantie ook weet wat VAS is überhaupt. Punt uit. Klaar. Zijn jullie klaar? Ja hoor. Thank you.